Horen jullie zitten de vereniging Terschellinger Volksdansen. De doelstelling van onze vereniging is om de dansen en de bijbehorende muziek en met de klederdracht in stand te houden. In 1947 waren er gelukkig een paar mensen die inzagen dat als er niks zou gebeuren, dan was het over geweest. Er is een gezellige avond georganiseerd. Dat werd heel erg goed bezocht. En om het allemaal een beetje handelbaar te houden, zijn er eerst twee afdelingen en later nog een derde afdeling bijgekomen. Dit is het uitgaanskostuum van een gezagvoerder van rond 1850. Terschelling was, daar waren heel veel zeevarenden wonen daar. En de mannen hadden of een boerenkiel aan in die tijd. En daarom hebben wij dus van de dansclub gekozen voor het nette uitgaanskostuum van een gezagvoerder. Nou ja, voor je staan de drie prachtige dames. Wij vallen altijd in het niet als we met de dames op stap gaan. Want wij, wat ik net zei, wij zijn altijd zwart gekleed, simpel. En onze vrouwen zijn strak, maar heel frivool eigenlijk met kleurtjes. Waarom doe je hem dit? Wat vind je hem er zo leuk om? Het is gezellig. Ja, ik vind cultuur ook mooi en dansen en muziek. Vooral als je uitwisselt naar andere groepen, vooral buitenland, prachtig. Ja, dat je dat met elkaar doet. De gezelligheid die je met elkaar hebt, dat is moeilijk uit te duiden. Dat zit in je hart en je bent met elkaar aan het dansen. Je zingt met elkaar, je hebt plezier met elkaar, uitstapjes naar het buitenland onder meer. En dan doe je ook weer ervaring met andere groepen op, om maar wat te noemen. Evenementen die we zomers hebben, op een riet, dat we naar de Dwarsdijk gaan en daaroverheen met wagens, met paarden ervoor, platte wagens. En dan hebben we gewoon een prachtig feest. Het geeft een bepaalde vorm van saamhorigheid. Wat